Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video van de KVO Stemmen Kerrijmotor. Ik wil eigenlijk veel sneller door het seizoen gaan, dus daarom ben ik van plan om in deze aflevering tot het einde te gaan simuleren. Ja, in deze aflevering ga ik het seizoen ook even afronden. Ik ga tot. Ik ga misschien toch nog één wedstrijd spelen en dan. Die wedstrijd tegen Eupen wil ik hem nog spelen. We gaan de rest gewoon simuleren. Ik hoop dat we nog Europees voetbal kunnen halen. Maar ja, het ziet er naar uit van niemand al een paar keer verloren. We moeten punten halen. En weer gelijk. Ah, we winnen dus. Maar ik weet niet of het groot genoeg zal zijn voor Europees voetbal. Of we dus al verliezen zelfs van Mechelen met 0-4. We winnen wel van Genk. Oeh, we zijn zevende. Oh, ik zie het zelfs dat we ook van Ajax winnen. Dus dat is wel goed van ons. En ja, wie is eigenlijk aan de top? Oh, Club Brugge is aan de top. Feyenoord is tweede, ze dan gevolgd door Ajax. Maar zowel Ajax als Feyenoord kunnen nog kampioen worden. Club Brugge moet uit tegen Utrecht spelen, terwijl Ajax uit tegen Cambuur en Feyenoord thuis tegen Charleroi. Maar goed, we gaan even die wedstrijd spelen tegen Union. Toch nog één wedstrijd om het seizoen af te sluiten. Hier de wedstrijd tegen Union. Ik ga proberen om vanaf nu één seizoen te doen per één of twee video's. Zodat deze kermijmode wat sneller vooruit gaat. Oppassen, hier is Union. En onze keeper redt gelukkig. Oh, hij scoort nog. Ik had niet verwacht dat hij nog binnen zou zitten, eigenlijk. En het is Silva met de goal. Nee, nog een herhaling zien. Bam. Best moeilijk om die plek te scoren. Maar hij doet het toch. En hij heeft het dit seizoen al 11 keer gedaan, scoren. Nu misschien. Oh, hij is aan omhaal. Zullen we zo in de herhaling zien. Want het ging zo snel. Oh, buitenspel. Ah, maar we zien de herhaling van die buitenspel niet meer. Gewoon niet meer, helaas. No! Ja. Ik laat hem veel te makkelijk passeren. Nu! Ja, we hebben hem. We hebben de goal. 2-1 voor Oostende. Zo. Ja. Kunnen we het seizoen hopelijk nog afsluiten met een overwinning. Ook een mes. Nog eens aan de bal. Hij moet passen. En dan scoren. Die 3-1. Nu hebben we toch wel een veilige voorsprong. Voorzetten. En de 4-1. Scoren pin is heel makkelijk. Oh, hier Silva. Misschien kan Gomez een hat-trick maken. Ja, dat doet hij. Dat is dan volgens mij een hat-trick. En Silva nog met een assist. Daarvan heeft hij volgens mij ook wel veel assisten, Silva. Hier nog een laatste aanval van Union. En dan gaat de scheids waarschijnlijk affluiten. Ja, hij fluit nu al af. Zo zit het seizoen erop voor ons. Gomez mag de bal nog meenemen omdat hij een hat-trick heeft. Ajax wint. En andere wedstrijden kan ik nog niet zien. Dus we gaan zo zien wie kampioen is. Ah, we staan zevende. Ja, vanaf vijfde keer kan je Europees spelen. We zijn zevende. We waren wel heel erg dicht bij Europees voetbal, maar Club Brugge is dan toch kampioen geworden, zo te zien. Ze hadden dan hun laatste wedstrijd gewonnen tegen Utrecht met 2-3. Oeh. Ja, het was wel een leuk seizoen. Hier even de hele ranglijst zien. Ja, Cambuur en Nijmegen degraderen al sowieso. En dan moet volgens mij Twente nog wedstrijden spelen. Om te zien of ze wel nog gaan degraderen of niet. Dan kan ik nu even kijken van wie er allemaal de beker in zo heeft. Gewoon de bekers gewonnen door Ajax. Dan hebben we hier. Het is dan. Cambuur, het is toch dan Twente die dan volgens mij eerste klasse blijft. Champions League is gewonnen door Man United. Maar ik ga even hier groepfases en zo ook bekijken.
Hier hebben Feyenoord in een goede fases. Ja, is wel leuk om even hier te kijken. En United heeft al wel een heel seizoen, heel erg goed seizoen achter de rug. De Champions League finale werd dan gespeeld door twee teams die in dezelfde stad komen. Dus dat is wel interessant om te zien. Hier de Europa League even komen kijken. Ja, hier hebben we Ajax. Zien wat ze gedaan hebben. Hier hebben we Club Brugge. Zij moesten tegen Arsenal. Dus, hier hebben we Genk. Ja, Genk deed niet zo heel goed. Maar ze gaan dan toch door naar de... hoe heet het ook al? De Conference League. En Liverpool is blijkbaar in de Europa League. Dus normaal zouden die ook in de Champions League zitten. Ah. Club Brugge deed helemaal niet zo goed tegen Sevilla. En Ajax is er helaas ook uit tegen AC Milan. Ik denk dat Liverpool hem gaat winnen. Ah nee, het is Wolfsburg. En Arsenal die dan de finale halen en dan wint Arsenal hem. Hier de Conference League. En nog 10 in België of Nederland. Ja, hier Gent. Dus wat hebben zij gedaan? Hai. Ah, dat was niet zo heel goed van Gent. De voorronde dus. Ah, hier hebben we Genk die wel doorgaat naar de volgende ronde. En dan verliezen ze tegen de Turks team. Ja, als de Villa wint hem dan. Ja, hier komen we weer gewoon in de competitie terecht. Ik ga ook even bij alle competities kijken. We zien hoe is die Nederlandse kampioen. Ja, dus, volgens mij moet de competitie nog verder gespeeld worden. In Duitsland is Bayern kampioen. Oh, wat een verrassing. Premier League, Manchester City kampioen. En hierbij is het ook wel leuk om te zien wie er degradeert. En wie promoveert? Oh, Crystal Palace was blijkbaar gedegradeerd, maar nu promoveren ze weer. Ah, hier is dan de tweede klasse van de Binnenliga. Standaard gaat promoveren. Hier Juventus is nog eens kampioen geworden. Portugal is Sporting Lissabon. In Schotland waarschijnlijk, ja. In Schotland is het vaak oftewel Rangers of Celtic. Hier is Spanje. Barcelona kampioen en FC Basel in Zwitserland. Oké, goed. Wat ik nog verder wil zien is spelerstatistieken. Onze spits is... als ik mijn spits wat meer speeltijd had gegeven, kon hij misschien wel de topscorer worden. Onze andere spits is ook wel in de top 10. Dus je kan hij volgend seizoen nog topscorer worden. Ja, hier hebben we ook nog Silva staan. Ja, dat is wel leuk als je spelers van mijn team in het Italiaanse ziet staan. Maar als het is, Silva is mooi op kop. En dan hebben we nog een speler van een paar spelers van ons. 0 tegen het doelpunt. Ah, hier doen we het niet zo heel goed. We staan pas 14e. Eén ding dat ik nog even ga doen is even nog alle statistieken tonen van de spelers. Want ja, vind ik wel leuk om te zien, steeds aan het einde van het seizoen. En ja, als je het niet leuk vindt om te zien, kan je ook even doorspoelen. We hebben ook een paar spelers die we hadden uitgeleend. Dan is dit het einde van het seizoen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Laat het dan even weten in de reacties. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video. Dus doei doei.